Oh. Ja. Ja? Nou, we lopen nu dus naar het huis van Petra. Kom maar, Don. En Madonna is niet mijn meest snelle paard. Ze is eigenlijk heel chill. Daar hebben we Madonna ook uitgekozen. We gaan even kijken hoe ze reageert natuurlijk. Hi. Hey. Wij hebben een paard mee. Dan kan er iemand gaan paardrijden. Wacht, ik moet even andere schoenen. Een jas. Hi. Hey, Ilse. Ik heb dat ik ook ooit voltige heb gereden. Echt? Dit is een groot knol. Dit is onze voltige pony voor de kids. Ja, ik had het niet. Die was toen groter. Ja, dit is de grootste die wij hebben. Dit is zo. Zal ik deze pas even kijken? Ik heb er vier mee hoor. Oké, dan kan je goed in de beugel aan het weten. Alleen deze beugels vind ik niet. Oh ja, die zijn wel even wat stugger, hè? Ja. Ja. Oké. Kijk nou, hoppakee. Dat is hartstikke soepel nog. Nou, nou ik heb mensen er gewoon op moeten tillen. Het is op een Amerikaan nu. Ja, oké. Nou, dan gaan we. Waar gaan we heen, Petra? Ik moet eerst even kijken of ik mijn evenwicht nog een beetje kan houden. Dit is wel hard. Het staat wel profi hoor, Peet. Ja, doe me die kunst wel rusten. Hè? Het staat wel profi hoor. Ja. En ik vind hem wel bij het passen. Waar is Bas maar eens? Nee, ze is niet thuis. Ze zwaait naar de camera. Thank you.
Zo, nou we zijn er. Dat is de stad niet zo groot. Nou, dat is lekker. Wat een luxe. Ja. Ja, nou moet ik er nog af. Dan pak ik het net op met de jas om de knop. Even kijken hoor. Staat het op de trapje? Ja, ik heb hier wel. Voor een enerverende rit. Ik heb natuurlijk nog een haar nog een ja hoor. Ik wil een ring geven, Petra. Ik heb hier een officieel Seaside logo. Dank die is voor jou, dat je weer hebt paard gereden. Dan wil ik Ilse bedanken voor het insturen van deze wens natuurlijk. Nou ja, bedankt dat wij uitgezocht zijn, zeg ja, maar. Ja, en bedankt zeker. Dat ik gebruik mocht maken van paard. Natuurlijk. En het aanrader. Dan zeg ik allemaal bedankt voor het kijken en tot volgende week.